Hallo allemaal, welkom bij de Speller Reporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik rol nummer 6 spelen van Rolling Realms, de solo variant Weaving. En dat kan ik doen met dank aan Stonemaier Games die hiervoor dit exemplaar beschikbaar heeft gesteld. Daarvoor dank. Laten we eens even gaan kijken of ik hem kan halen. En dan gaan we weer, rol nummer 6 Weaving. Mag in twee keer, ik ga het natuurlijk in één keer proberen. The Realms, Charterstone, Euphoria en Tapestry. En deze draait een beetje op Tapestry, want ik moet hier 6 sterren gaan halen. Oftewel, ik moet alle vakjes gaan afvinken. Ik vind dit wel een van de minst leuke kaarten tot nu toe Realms die we zijn tegengekomen. Maar goed, we moeten het ermee doen. Ik mag dus allebei de dobbelstenen als ik wil gebruiken op Tapestry. Maar als ik dat doe, mag ik niet ook nog een dobbelsteen creëren van mijn resources en die ook op Tapestry gebruiken. En alle andere regels blijven gewoon hetzelfde. En ik moet 6 sterren gaan halen dus in Tapestry en minstens 12 punten, het liefst 14 als je op de hard mode speelt. Nou, gaan we maar weer verder met de bende van ellende en eens kijken hoe ver we nu komen met een 6 en een 2. Aangezien Tapestry vol moet, stel ik voor dat we die 6 gelijk maar eventjes daar neergooien. Want daarvoor krijgen we een mooie hoek met ook nog eentje in het midden. En waar gaan we die dan neerleggen is natuurlijk de volgende vraag. Laten we een beetje van links naar rechts, boven naar beneden. 1, 2, 3. En dan 1, 2, 3. En dan komt hij hier ook nog. En dat betekent ook dat dit vakje gelijk vol is. En we een muntje krijgen. En dan is deze alvast klaar. Die maak ik even zwart. Dat vind ik wat overzichtelijker. Zodra we een hele rij of kolom helemaal zwart hebben gemaakt, krijgen we een ster. En dan is het natuurlijk verleidelijk om alle dobbelstenen hierheen te gaan gooien. Maar we moeten ook nog zorgen dat we met deze twee kaarten ook nog 6 sterren gaan halen. Alhoewel ik deze over het algemeen wel redelijk makkelijk vind om mee aan sterren te komen. Zoals we er hier dan 4 of 5 halen, hebben we hier nog maar eentje nodig. En voor 2 krijgen we... Zullen we hem hier doen of hier? We krijgen een pompoen of we krijgen een muntje. Ik ga hem even hier doen. Voor 2 krijgen we een pompoen. En dan schrijf ik dus de andere dobbelsteen, de 6, hier neer. Kan ik altijd nog een 6 een keertje hier gebruiken om een ster op te pakken. En voor die 2 kregen we een pompoen. Ronde 2. 2 tweeën. Nou, dat is leuk. Worp 2, 2, 2. En voor 2 hartjes had ik nog een derde 2 bij kunnen kopen, maar ik heb geen hartjes. Nou, dat is eigenlijk ook wel weer simpel. De 2 kunnen we hier niet meer gebruiken. Oftewel, 1, 2 gaat op Euphoria. Alsnog krijgen we daar een muntje voor. En de andere 2 gaat op Tapestry. En die doen we dan gewoon lekker hierboven. Dan is die ook af. Dan krijgen we een vormpje van 2. En dan krijgen we een pompoen. En is ook dat hokje af. 2 en 3 zijn wel lekkere vormen, dus misschien... Had ik toch... Nee. We hebben nog even 2 zessen. Bam. Die vind ik wel mooi. Dan ga ik 1 zes hier gebruiken. Want dan komt hier onder weer een 6 te staan. Dus als we dan nog een keer een 6 gooien, kunnen we hier zo 2 sterren oppikken. Daarvoor krijgen we een muntje. En met die andere 6 kunnen we hopelijk weer zo'n groot gebied gaan afvinken. Ja, dat moet wel lukken. Dan gaan we gewoon door hier. 1, 2, 3. En naar beneden. 1, 2, 3. Plus dit ook hier. Dat ruimt lekker op. Alhoewel ik nog niks heb afgemaakt. Maar ik vind dat we deze dobbelstenen goed besteed hebben. Nu moeten we wel even zorgen dat we hier nog wat sterren gaan krijgen. Sterker nog, we hebben nog maar 6 beurten. Dus dat moet nu gaan gebeuren. Een 1 en een 3. Dan ga ik de 3 in Euphoria gebruiken. Komen we op 4 punten. 5 punten is 1 ster. Dan houden we 1 over. Dat is een vakje naar keuze. Dus dan doen we bijvoorbeeld... Dan moeten we eigenlijk wel deze doen. Dan is dat een hartje. En hebben we weer een vak af.
en weer vergeten op te schrijven. Zo moeilijk om iets op te schrijven. Een 2 en een 5. Weet je wat, ik ga het een keertje doen. Ik ga allebei de dobbelstenen op tapestry gebruiken. Want voor die 5 krijgen we weer een lekker groot ding. Zo'n hoek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan is deze af. Krijgen we een pompoen voor. En voor de 2 krijgen we weer zo'n mooi blokje van 2. Dus die kan of hier of hier. Dan doen we die even hier. Dan maken we dit hok af. Dat is een muntje. En dat betekent dat we de eerste rij af hebben. Dus die ster hebben we binnen. En weet je wat? Voor 1 muntje kopen we alvast een dobbelsteen van 1. Die plaatsen we in Euphoria. Krijgen we daar weer een ster, want dan zitten we nu op de 6 punten. En tussen de 4 en de 10 punten is een ster. Een 3 en een 5. Inmiddels kunnen we de 5 hier niet meer gaan gebruiken. Dus nog wel de 3. Ik wil deze echt zo snel mogelijk af hebben als het even kan. Dan zal het misschien ook nu wel weer heel hard gaan. Dus dan krijgen we deze wel vol, denk ik. Want die 3 krijgen we zo'n T'tje voor. En ja, je mag de dingen kantelen zoals je wil. Dus dan noemen we 1, 2, 3 en het T'tje dingetje daar. Dus dan is dit vakje af. Daarvoor krijgen we een hartje. En is dit vak ook af. En dan hebben we dus weer een ster te pakken. Dus hier moet er nog 1, hier nog 2 en hier nog 1. Dus we hebben nog een 1, een 2 en een 1 nodig. En die kunnen we ook nog kopen met muntjes als we dat willen. Betekent wel dat we nog een 5 moeten plaatsen ergens. En die gebruik ik dan hier. Want in dit vak scoren we dan 5 punten, is ook weer gelijk een ster. Dus we willen graag 1 en 2'en. 1 en 3 mag ook. De 1 gebruiken we dan gelijk hier om voor een hartje of een muntje. Voor 3 hartjes krijg je een dobbelsteen van waarde die gegooid is. En als het een paardje is, heb je daar zelfs maar 2 hartjes voor nodig. En muntjes kun je dobbelstenen voorbij kopen. Het is allebei interessant. En ik ga een gokje wagen en ik ga voor het hartje. Dus ik krijg een hartje, want dit blok is nu vol. En omdat dit blok nu vol is, scoren we ook hier een ster. Dan hebben we de helft al af. Dan hebben we dus nog de 3 over om ergens te plaatsen. Dat kunnen we hier doen voor een hartje, maar dat kunnen we denk ik ook nog hier doen. Dan komen we op 8. Ja, dat kan. 3. 8 punten is nog steeds binnen de 4 en de 10, dus weer een ster. Het gaat best goed, behalve dat ik weer niet opschrijf wat ik gooi. Nog 2 beurten te gaan, dus ik heb nog een 1 en een 2 nodig voor hier. En die kunnen we eventueel ook nog bijkopen. Dus ik denk dat we het wel gaan redden. Want we gooien 2 zessen. Oh. Nou ja, dat hoeft geen probleem te zijn. 1 zes gebruiken we op Euphoria. Hier staan we op 8 en hier staan we op 6. Dan ga ik hier de 6 wegstrepen. Dan gaan we op, dan komt deze inmiddels op boven de 11. Dus dan krijgen we een pompoen en een hartje. De 6 kan niet hier, maar ik kan nog wel hier. Maar dat vind ik op zich niet erg. Want dan gebruik ik de 6 om deze 2 boxen af te vinken. En krijg ik dus 2 sterren. En dan staan we hier op 6 en hier gaan we ook op 6 uiteindelijk. Komen. Dus ik denk dat het gaat lukken. Want ik ga nu gewoon 1 muntje uitgeven om een dobbelsteen van 1 te kopen. Die plaats ik hier. Die kan dan mooi in dit vakje. Krijgen we een muntje voor en dan is ook dit vakje af. En dus weer een ster. En nu hebben we nog een 2 nodig. Oh, schrijf nou op.
Oh. Oké, eerst opschrijven. Maar ik hoop dat we een 2 gooien. Dat is het makkelijkste. Een 3, ook goed. Een 6 en een 3. Want we gaan pompoenen inleveren. Ik lever 2 pompoenen in om 1 dobbelsteen een waarde omhoog of omlaag te doen. Dus ik ga van 3 naar 2. En voor 2 krijgen we zo'n rechthoekig blokje van 2 vakjes die we hier nog nodig hadden. Daarvoor krijgen we een pompoen. En ook dit blokje is af. En dus hebben we nu alle vakjes helemaal vol. Is 6 punten. Dus we hebben het gehaald. Moeten we alleen deze 6 nog even plaatsen. Hier kan hij niet. Hier kan hij wel. Dus dan doen we hem hier. Nou, dan gaan we over de 11 heen. Dus we krijgen nog een pompoen en een hartje. Voor wat het waard is. En dat was hem. Je moet 6 sterren krijgen in Tapestry. Gelukt. En minstens 12 sterren. We hebben er 2, 4, 6. Plus 6 is 12. We hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo. En we hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sterren over. Of 12 grondstoffen over. Dus dan zitten we zelfs op 13,2. Want elke grondstof die je overhoudt is 1/10 ster waard aan het einde van het spelletje. Oftewel, gewoon lekker in één keer gehaald. Bam! Zo kan het ook. En dus kunnen we de volgende video lekker door naar hole nummer 7. Wishes do come true. Die gaan we spelen met Euphoria, Tapestry en Wingspan. Ik mag maar 7 beurten doen. Ik kan geen grondstoffen gebruiken, dus ik mag geen dobbelstenen bijkopen of manipuleren. Maar ik krijg wel elke ronde een derde dobbelsteen met een getal naar keuze die ik dan op een van de die dan op de rel moet die ik die ronde niet gekozen heb. En bedoeling is om 13 punten te gaan scoren of 13,5 voor hard mode. Klinkt als een leuke en grappige uitdaging. Hoe dat gaat zien jullie in de volgende video. Mocht u nog vragen hebben over deze solo variant van Rolling Realms of Rolling Realms in het algemeen, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.